eerst zeggen, we eindigen wat er aan de hand. Nee, maar ik mis iets. Je mist wat? Ik mis iets. Dit zijn de havenzangers, toch? Dit zijn de havenzangers. Hier ben ik begonnen. Toen was ik een kind van 9, mocht ik optreden. Op de vinkclubmiddag van de havenzangers. Ja, en dan mis ik echt dit iets. Is een stukje van mijn jeugd. Hiermee ben ik opgegroeid. Dit zijn de nummers. Daar werd ik dronken op in de discotheek. Maar wat mis jij? Ik ga even kijken of ik het kan vinden. Goed? Ja, dat is prima. Ik ben zo terug. Ja, serieus mensen, dit is toch een stukje nostalgie. En u herkende het al gelijk, ik zag u gelijk al meebrullen. Ik denk van nou, hoppakee, die zingen nog harder gaan zien. Nou, wat is er aan de hand, zien? Wat gaan we doen? Schraklopje. Want dit concert kan geen 5 uur duren, hè? Dat is echt niet. Oh, oh. Ja, ga zitten. Ja, jij bent... De havenzangers. De havenzangers. Die stonden altijd op het podium met de klompen. Met de klompen. Dus dat miste ik. Ik dacht, als we dan iets van de havenzangers gaan zingen, dan moet dat echt op de klompen. Moeten de klompen erbij komen? Ik heb het experiment. Ja, maar zie ik het. Besef even één ding. Die klompen. Kijk, jij hebt van die muiltjes aan. En dat lucht door. Ik heb hier lederen schoenen aan. En ik ben nu een soort zwembad aan het creëren in de schoenen. Al een aantal concerten lang. En ik kan me heel goed voorstellen op het moment dat ik deze schoenen ga uittrekken, dat er hier een aantal mensen op de eerste rij straks aan de zuurstof kunnen. Maar het is wel risico. Vinden jullie het erg als jullie even iets ruiken? En ik snel weer zo klopt. Ik kan je wel vertellen waar we dit over... Zit van jou niet flauw? Net over al die hapjes, maar je zal toch geen Franse kaas. Hoppakee! Hoe vinden jullie ons eruit zien met deze compagnie? Nu kunnen we pas echt een ode krijgen. Dat de ode nou compleet is. Dat voelt voor mij nu compleet. Voelt het voor jullie compleet, mensen? Ja! Dan zullen wij eens even al die grote hits dranken en drinken we al vanavond. Let op.